Nintendo presenteert The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. There we go. Misschien denk je, Rick, wat zit je op een vreemde plek? Waar ben je? Ja, ik ben weer op het kantoor bij Nintendo, zodat ik dit al anderhalve week eerder kan opnemen voor jullie, zodat de eerste video gelijk, bam, klaar staat. En oh my gosh, ik ben hier zo hyped voor. Laten we luisteren wat ze zeggen. Er is een mysterieus masma daar beneden waar Zelda en Link naartoe gaan. Wat ziet Zelda er cool uit trouwens. Zelda is super cool. Zijn we al een tijdje aan het afdalen? Tunnels gaan dieper dan verwacht. Wat zullen we er vinden? Dit zagen we ook in de allereerste trailer. Dat ze daar naar beneden gingen en dat ze inderdaad behoorlijk diep ergens waren. En we kunnen nu gelijk spelen. Ik ben heel erg benieuwd of jij op mijn kanaal ook Zelda Breath of the Wild hebt gekeken. Super veel afleveringen, dat was echt geweldig. Laat het weten in de comments als je er toen al bij was. En doe natuurlijk duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren, want deze game gaan we helemaal uitspelen hier op YouTube. Oké, wat gebeurt er? Een soort van schaduw. Velen die in aanraking zijn gekomen met het miasma, dat uit deze tunnels opstijgt, zijn ziek geworden. Oef, lijkt hij net mist. Het is niet geconcentreerd genoeg. Oh, maar het lijkt wel dat de kasteel Hyrule te komen. Het begint zo vet! Ah! Man, ik heb hier zoveel zin in. Ja, de hype is real. We moeten overal klaar voor zijn. Gelukkig ben jij er, Link. Yo, maar Zelda, jij bent zelf ook super powerful. Laten we dit mysterie oplossen. Let's go! Oh, dat korte haar staat er echt goed. En Link heeft nu juist wat langer haar. Oké, ik volg jou. Ik durf niet voor jou te lopen. Jij bent vlammetje. We dalen af in de dieptes onder kasteel Hyrule. Oh, dit is wel echt heel cool. Nog meer van die zwarte meuk. Oh, Zelda staat weer stil. Ik denk dat ze weer wat wil gaan zeggen. Link! Ja, wat is er, Zelda? Het meeste zwaard. Ja, wat is er mee? Oh, hij begint te glimmen. Het reageert ergens op. Geen twijfel mogelijk, er is daar iets in de diepte. Sinds de grote ramp is dit deel van kasteel Hyrule in verval geraakt. Ik had nooit gedacht dat er zo ruimte onder het kasteel zou liggen. Link, laten we voorzichtig verder gaan. Oh ja, als je de trailers hebt gezien, dan weet je waarschijnlijk al waar wij nu naartoe gaan. En wat er een beetje gaat gebeuren. Oh, dat zwaard ziet er vet uit. Lijkt wel een lightsaber van Star Wars. Wom, 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 wom. Oh. Dit is vet. Link, dat ding daar. Wat voor ding? Wat bedoel je? Oh, deze pilaar. Dit zijn ruïnes van een eeuwenoude beschaving. En hier lijkt iets geschreven te zijn. Zouden het ruïnes van de Zonais zijn? Oké, daar moet je me meer over vertellen, over die Zonais. Want die zijn Zonais. Waarom lach ik altijd om mijn eigen grappen? Stop daarmee! Oké, wat is dit, Zelda? Deze inscriptie, zoals ik al dacht, komt alles hier overeen met wat ik bij mijn onderzoek naar de Zonais te weten ben gekomen. De Zonai beschaving heeft eeuwen geleden bestaan in de tijd der legende. Ze zouden een bijna goddelijke kracht bezeten hebben en hun rijk hoog in de lucht hebben gesticht. Hoewel ze in veel geschiedenisboeken worden genoemd, ontbreken er veel details. En deze beschaving, daar blijven heel veel raadsels over. Maar wij gaan sowieso erachter komen wat die Zonai's zijn. Oh, zijn dit de Zonai's? Ja, maak even een foto. Selfie time! Yo, jullie mogen best lachen hoor. Jullie mogen best lachen, Zelda en Link. Oké, laten we doorgaan. Zou dit standbeeld een Zonai voorstellen? Wat een ongewoon grote oren. Vind je ook niet dat ze er anders uitzien dan wij? Ja, best wel. Ze zien er een beetje uit als Pokémon Virizion. Hoe hebben de ruïnes van een beschaving die zich hoog in de lucht heeft gevestigd nu onder een kasteel kunnen belanden? Zo te zien kunnen we nog verder gaan. Kom op, Link. Oké, jij mag voor. Jij hebt het vuur. Dames eerst. Oh, dat kan echt niet, Link. Zo'n enge plek en dan de dame voor laten gaan. Oef. Oké, ga maar weer voorop lopen. Oh, enemies. Meer fluizen. Pak de meer fluizen. Bam. Zo, minder fluizen. Je bent toch niet gewond, Link? Nee joh, dat viel best mee, Zelda. Dat komt goed. We hebben voor hetere vuren gestaan. Oh, nog meer inscripties. Deze reliefs. Ik zie daar rechts Ganondorf. Daar rechtsboven was Ganondorf, jongens. Oké. Ik zie allemaal goblins en zo. De geschreven geschiedenis van de koninklijke familie spreekt over een conflict tussen geallieerde volken en iemand die de demonenkoning wordt genoemd. Rechtsboven, Zelda. Kijk. Nee, niet die. Nog verder. Dezelfde legende als wat? Dezelfde legende als wat, Zelda? Oh, dit zijn de Zonai's. Is dit koning Zonai? Nice.
look like hyenas. Oh, the hyenas die aanbaden de zonai? Okay, de zonai zijn uit de hemel gekomen? Okay, wat zie je? Wat zie je, Zelda? Wat zie je? Wat? De stichters van het koningshuis van Hyrule, de voorouders van Zelda. De vruchten waren een verbintenis met goden die uit de hemel waren neergedaald. Oeh. De goden waren de Zonai's. Ja, precies. Ze moeten in de tijd de band met de Hylianen hebben opgebouwd. Dat was doel stichting van? Ja, van? Stichting van wat? What? Maar daar is Ganondorf. Wat heeft hij gestolen? Ganondorf heeft iets gestolen van de Zonai's. Oké, wat heb je gelezen, Zelda? Praat niet in raadsels! Zo vet. Zo vet. Dit is zo cool gedaan. Om Zelda zo in actie te zien vind ik echt heel vet, man. Het hier afgebeelde wezen daadwerkelijk de demonenkoning voorstelt? Ja, zeker wel. Dan? Dan wat? Dan wat? Wat? Ja, oorlog. Het relief moet wel gaan over de grote oorlog. Ja, inderdaad. Oh, dit is ook zo vet. What? This is a huge discovery. Zelda, super enthousiast. Heel cool. Now to use this invention of Pura's. The Sheikah Slate is there ook weer. Nice. It's so easy to record. You point it and click. Oh? Oh! Oh! Like the rest of the murals are obscured. Er is nog meer. Maybe we'll find more. Ik denk dat we verder op meer antwoorden zullen vinden. Kom, Link. Link. We dalen dieper. Let's keep moving deeper. Ik vind het zo vet dat je nu gewoon samen met Zelda gewoon helemaal op pad gaat hier bidden en dat Zelda zoveel cutscene, tijd krijgt. Ja, love it. Ik vind het heel cool gedaan tot nu toe. We gaan verder. Oh, oh shit. Het wordt hier rood. Zie je? Die gloed hieronder, die is niet meer alleen donker. Die is hier ook rood aan het worden. Dus het kwaad wordt hier erger. Pas op, Zelda. Kijk uit waar je loopt. Zie je? Nog meer. Oh, 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 crap. Ik weet niet of het slim is om hier zo verder te gaan. Oké, waar gaan we naartoe, Zelda? Waar gaan we helemaal naartoe, joh? Die muziek ook, hè? Die fragmenten en zo, dat hoorde je ook in die trailer. Morp, morp, morp. Hele tijd gewoon. Hey, het begin van Breath of the Wild was vet. Maar het begin van Tears of the Kingdom is volgens mij nog veel vetter. Het geluid wordt ook harder nu. Hoor de muziek. Ook pianospel en zo nu. Oh, dit is niet oké. Okay. Dit is niet oké. Okay. What? Laten we gaan, Link, maar wees uiterst voorzichtig. Oké, let's go, Zelda. Oké, ik wil niet eens praten. Ik wil gewoon kijken. Daar is die. Oh my gosh. Ja, en er wordt dus door een hand tegengehouden, maar niet meer. Niet meer. En hierdoor, door dit ding, werd Ganondorf waarschijnlijk tegengehouden. En nu heeft Zelda het in haar handen. En het ligt op. Zijn hart begint weer te kloppen. Oh my gosh, dit is freaky, yoga. Ah! En dan nu. Dit is uit de trailer. Pop! Oh. Ja. Ja, hij is helemaal terug nu. Kom aan, Link. Oh my gosh, daar gaan mijn hartjes. Daar gaan mijn hartjes. No! No! Wow, yo, wat is er gebeurd met het Master Sword? Er zit van die vieze gloed op. Lekker, Link. Lekker bezig. Oh. Wow, yo! The blade that shatters so easily against my power cannot save you from me. Hij doet wel echt gelijk stoer, hè? Je bent duizenden jaren dood geweest, hè? Of nou ja, je was niet eens dood. Dat was het hele ding. Hij weet gewoon precies wie we zijn. Ja, hij is nooit dood geweest, gek. Hij was gebonden door die hand. What? What? What?
Dit is insane. Dit is echt insane. En nu zien we dus heel dat kasteel, dat gaat helemaal omhoog de lucht in. Holy moly, de helft breekt ook af. Kijk dit. What? Niet normaal. Ganondorf, deze Ganondorf is zo sterk. Kijk hem gaan. Oh shit. Linkse arm is ook kapot. Oh nee! 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 Red er Link! No! Nee, dit kan echt niet. Dit kunnen we echt niet maken. Dit kun... Nee! Maar... ze heeft dat steentje, hè? Ze is ongetwijfeld gered. Huh? Heeft ze dat steentje nou gebruikt om mij te redden? Hey, beter zien we Zelda nog terug in deze game. Het kan niet zo zijn dat we nu Zelda niet meer terugzien. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Oh, we zien hier de inwoners van Hyrule. De Hylianen. Die denken ook, wat gebeurt hier allemaal? Oh my gosh. Dit was zo'n vet begin. Oké, wat is dit allemaal? We zien allemaal swirls. Ja, die hand, die is daar nog. Die arm. Ja, dit zal wel eentje van die Zonai zijn dan. Of niet. Of niet. Oh my gosh, de... Oh, wat? Dit is nu mijn hand. Mijn arm natuurlijk. Dus ik heb nu niet meer zo'n corrupte rechterarm. Het ziet er wel vet uit, zeg. Insane. Link, je bent eindelijk wakker. Ja, hoe lang heb ik nu geslapen dan? Waar zijn mijn kleren trouwens gebleven? Wie heeft mij hier in mijn onderbroek neergelegd? Zelda heeft me veel over je verteld. Je was zwaar gewond. Ik ben opgelucht dat je het overleefd hebt. We liggen onder een grote boom. Liggen we onder de deken? Je arm was niet te genezen. Ik moest hem vervangen om je leven te redden. Ja, maar eerlijk, dit is wel een sikke arm. Ik ga niet eens liegen. Oh, ik heb zoveel zin in deze game. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Oké, kunnen we deze gewoon... kunnen we gewoon mijn zwaard pakken? Oh ja, nice. Maar ja, hij is wel aardig kapot. Hij is wel vet trouwens zo. Helemaal corrupted en kapot. Het aangetaste meesterzwaard. Oké, maar ja, hij is nog redelijk bruikbaar, denk ik. We kunnen die bosjes wel weghalen. Let's go, Link! Let's go! Yo, waar zijn we? We zijn toch niet in de binnenkant van een Divine Beast of zo? Oké, vet. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit voor ding? Oké, ja, ga je het aanraken? Gaan we het aanraken? Oké, ja, het lijkt wel op jouw hand, inderdaad. Oké, wat gebeurt er? Oh, een portal. Wacht even. Oh. Ja, kijk. We hebben de machine aangezet. En dan is dit geen portal. Nee, het is gewoon geactiveerd. Dus we kunnen daar naar boven. We moeten via deze kant. Wat is dit? Vanaf hier kunnen we springen in het water. Of kunnen we gewoon nu eruit? We hoeven nog geen ingewikkelde puzzels op te lossen. Oké, vanaf hier kunnen we weer springen naar beneden. Lekker, man. Ja, ik zie wel echt allemaal boomstronken. Ik ben echt heel benieuwd waar we nu zijn gewoon. Wow! Heel nice. Dat voelde dan weer een beetje als Assassin's Creed gewoon. Oké, en nu? Oh, daar is een kist. Oh, en daar is de uitgang. Hier zitten sowieso mijn kleren in. Nou ja, het zijn niet mijn kleren, maar oké. Oh ja, nice. Ja, dit ziet er ook lekker uit. Er zijn er nog meer kisten. Ik wil ook even een shirt of zo. Ik voel me nu echt een barbaar. Heb ik een shirt gemist? Oh my gosh, ja hoor. Oh, we zijn in de lucht. Maar is hier boven dan een boom? Ik wil het nu weten. Ja, wel hè. Ja, maar ik kan het niet zien. Ik denk het wel. Wow, dit is wel vet hoor. Moeten we gaan springen? Kijk al die eilandjes in de lucht. Daar in de verte. Oh, daar is een vulkaan. Daruk, ben je daar? Oké, laten we springen. Dit is insane. Waar gaan we naartoe springen? Ik wil naar dat eilandje links. Kan dat? Nee, dat kan niet. Oh, ik kan niet meer sturen. Holy moly. Waar kunnen we al... Oh, die draak daar. Rechtsonder in beeld. Die is ook weer terug.
Yo, Link, je durft wel, man. Skydiven zonder parachute en zo. Oh, man. Dus we kunnen naar al die eilandjes straks. Jemig. Volgens mij is dit spel mega groot, jongens. The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. We zijn begonnen. En ik kan niet wachten om verder te gaan, jongens. Jeetje. Dit is ons beginpunt, zo te zien. Wee! Ja hoor, nice. Ja. En nu is de game officieel begonnen. Oh, hieruit klimmen, anders is mijn stem erna straks op. Ik ben zo benieuwd waar Zelda is. Ik ben ook heel erg benieuwd wie mij mijn nieuwe arm heeft gegeven. Waar is Ganondorf? Hoe gaat het met kasteel Hyrule? Zijn er nog een beetje inwoners hier overal? Dit is het hemeleiland der wederopstanding. In de volgende aflevering gaan we verder. Dit wordt een mega serie. Op mijn kanaal. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan. Want dan mis je geen enkele video. En knal die duimpjes omhoog. 1000 duimpjes. Moet kunnen toch voor Zelda. Tot de volgende. Mazzel.